Mijn oma die heeft dus namelijk 2 mannen gehad. Ja. De echtgenote van Hariël, dat is haar tweede man. Oh, wat is die mooi, hè? Ik ga even naar de welbekende bak. Zo, tientje. Dat is heel duur, denk ik. Nee. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 14 april 2023. En het is dus nu 2:05 in de middag. Ook dat, ja. Yeah. Mijn haar ziet er weer lekker picobello uit. Dankjewel, Linda. Ik heb Raul ook aan de telefoon, ook gezellig. En nou sta ik lekker op een punt. Om te kijken of mama mij straks in de gaten heeft. Ja, want mama die zal mij een appje sturen als ze met de hondjes zijn gaan lopen. Maar ik sta dus al hier lekker op deze stukje, zeg maar. Lekker bij de Mosterdbrug. Nou ja, heel veel mensen noemen dit de Mosterdbrug, maar dit is officieel de Molenbrug. En hij is gebouwd in 1988 of geplaatst, geen idee. Dus 1988, 1981. Nee, 1888, 1981, ja. Nou zeg ik het al ergens goed, geen idee. Misschien dat ik het 3 keer nu heb gezegd, maar oké, maakt helemaal niet uit. Nee. Dus ja, ik sta dus lekker op de ad. Kijk, zoals je dus kan zien. En we gaan het meemaken en ik neem jullie gewoon weer vandaag gezellig mee. Het is prachtig mooi weer en ik ga kijken wat ik weer voor jullie kan doen en betekenen. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier. Nou, vanuit betrouwbare bron van mama zelf gaat ze zo meteen lopen. Nou, dan is ze hier over 5 à 10 minuten. Het is nu 2:20. Ja. Dus we gaan het zien. Hoe lang ze erover gaat doen. En mocht het heel lang duren, dan ga ik het een beetje versnellen. Haha. Zo, ik ben maar weer eventjes aan bij oma. Ja. Mijn oma, die heeft dus namelijk 2 mannen gehad. Ja. De echtgenote van Hariël, dat is haar tweede man. En haar man, die heeft dus nog een eerste vrouw gehad. En die ligt aan die kant. Ja. Dus een pad hiernaast. Zo toevallig. Inderdaad. Maar moet eens kijken hoe mooi, lekker rustig hier. Heerlijk. Echt heel toevallig. En ze ligt precies daar. Deze, zeg maar. Kijk. Kijk, deze ligt dus hier. Dus dat is, dit is de eerste vrouw. Van mijn tweede opa, zeg maar. Ja. Heel raar. Heel leuk eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk een soort van 2 oma's hier te bezoeken. Ja. Nou ja, oma, ja. Het is zijn, ja, ex, ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen, nee. Oh, wat is hij mooi, hè. Oh, wat is hij mooi. Oh, wowie. Oh, wat is hij mooi. Ach, 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 wat ben ik er verliefd op. He. Zo, ik ga even naar de welbekende bak. Zo, tientje. Dat is niet zo heel duur, denk ik. Nee, dat zeg ik. Ik ga gewoon even naar de bak. Even kijken wat er is. Hier, in Juliana-dorp. Ja. Mama die loopt ook ergens achter me aan. Ik vind het helemaal goed. Ik vind het helemaal prima. Er zit wel wat in. Eens even kijken. Er zit wel wat in, zeg maar. Zo lekker. Hi. Hi. Eens even kijken. Rood fruit, zo. €1. Die kan wel bij mij in de kar. Maar waar ben je? Geen idee. Die komt er zo aan. Maar deze neem ik mee. Is voor €1. Handig. En dan neem ik er 2 mee. Maar schiet toch met die kar. Wil ik onderweg weg. Maar waar ben je? Maar waar loop je? Maar. Koek, koek. Hallo. Maar ik heb je nodig. Nee, mama die is er niet, maar ik neem sowieso 2 mee van deze kringen. Handig. Maar dan moet mama komen. Ja. Waar ze loopt, geen idee waar ze is. Makkelijk, dat is 1. Sowieso. En dit is 2. Deze neem ik sowieso mee. Ja, ik heb u. Ja, want ik wil deze sowieso mee. Dat is €1. Rood fruit. Ja. Voor €1. Rood fruit. En er zijn nog 2. Wilt u er ook 2? Ja, graag. Rood. Ja, dit is ook weer rood fruit. Dus, ja, en dit is dan hoeveel liter voor €1? 2 liter. Alsjeblieft. Ja. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Maar ik zeg al, dit is altijd wel handig. Ja, dat is salade, maar wacht even. Zorg er maar geen vis in zitten. Mama, kijk. Maaltijdsalade geitenkaas. U moet ook even opletten aan de achterkant. Oh ja, maar dat is nog een geitenkaas. Huh? Ik lust geitenkaas. Nou, wat een stukje idee. Voilà. Nou, zalm. Nee. En dit is ook weer waarschijnlijk met... Okay. Met en gerookte kip inderdaad. Een maaltijd, een warme. Ja. Met 2 happeletjes. Waar wijze van. Ja, dat is wel lekker altijd hè dit. Ja. Hoeveel heb ik eigenlijk in mijn portemonnee? Ik zal eens even kijken hoeveel ik in mijn portemonnee heb, jongens. Daar sowieso al €2. Nou, die €2 die heb ik hier ook al sowieso. Dus dat, daar hoef ik me geen zorgen over te maken als dit €2 is. Of dit is €1, ja dat kan ook. En het is 50 cent, ook handig. En die in €2 en die ligt in de auto, €4. Ah ja, maar dat maakt niet uit. Ik heb nog wel wat. Kijk, leuk, een portemonnee bij je hebben. Zo. 2,50 heb ik sowieso en ik heb hier €2, dus die heb ik ook sowieso. Dus ik neem deze mee voor lekker vanavond om te karen. Helemaal goed. Nou, dan ben ik wel weer klaar. Ja. Ja. Haarlak. Ga ik zoeken. Nou, dan moet u en naar de haarlak gaan zoeken, ja. En ik ga niet ziek worden, heb ik gezien. Nee. Ja, dan moet u gaan kijken. Mam, kijk, hier heeft u watersappen, dranken, soepen, sausen, conserveringsmiddelen. Nou, ik denk dat u dan aan de voorkant moet wezen, ergens in die buurt. Dus, ja. Ik ga weer achter mama aanlopen. Ja, beter. Oh mensen, ben ik moe. Oh mijn god, ik ben echt gewoon moe. Maar ik kan niet meer wel denken aan mijn zien. En mijn make-up, dat zit ook erg goed. Wat vinden jullie er eigenlijk van mijn make-up? Laat het even weten. Vinden jullie het mooi of hebben jullie zoiets? Nou, doe maar gewoon normaal. Of, nou, dit en dit. Staartje wel, weet ik veel. Laat het even weten. Kijk, jullie weten dat en dat ik al bijna nooit make-up draag. En als jullie dat wel mooi vinden, nou, dan ga ik daar weer wat meer mee doen. En vooral met dit mooie weer. Vind ik lekker, heerlijk. En dan is het even weer wachten op mama. Want mama moest even boodschappen doen bij de Decat. Dus we staan nu in Nieuw-Helder. En daarna ga ik eventjes naar de wasstraat eventjes een beetje mijn auto schoonmaken. Want dan ziet er niet uit. Hij is vies. Bah. Moest je kijken, hier ook alleen maar van die vieze strepen hier. En ik wil sowieso... zo, goedemorgen tegenlicht. Ja. Nee, ik wil sowieso even morgen overdag even mijn auto goed schoonmaken. Dus ik wil daar ook even wat dingen voor halen. Voor even wax of zo, weet ik veel. Even dat ik gewoon lekker kan poetsen. Met air gewoon voor de auto. Dus lekker even, denk ik zo. Dus dat ik even lekker goed kan poetsen. Heerlijk. Ik heb er gewoon even zin in, zeg maar. En vooral voor zondag. Ik heb daar echt heel veel zin in zondag. Echt waar. Serieus. Nee, ik sta dus nu precies hier. Want dan kan ik wel maar mooi in de gaten houden of ze eraan komt. Kijk, want dit is hier namelijk hier de in- en de uitgang. Dus ik ga het meemaken. Motor even uit. Want anders is het ook niet goed voor de CO2. Dus ja. Het is een beetje warmpjes. Het is nu. Even kijken, hoe warm is het? Laten we maar even alles even opstaan in de auto. Het is 14 graden. Zegt de auto. En wat zegt mijn telefoon? En dan doe ik die. Ah, kijk, daar hebben we mama alweer. Dat is mooi. En dan zegt hij hier dat het, even kijken, 13 graden is. Dus, nou ja, we gaan het zien. We gaan nu eerst even auto's gaan maken. Ik ga wel deze vlog weer erbij lekker afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Even een korte vlog, maakt niet uit. Ik zou zeggen, doe dan eventjes hier abonneren. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.